wild enthousiaste Chinezen die staan te trappelen aan de Apple Store. Dit zijn geen beelden van de afgelopen maanden. Want de Chinees die lust blijkbaar geen iPhone meer. Wat nu vooral zorgen baart, is dat China en de iPhone een heel slechte combinatie blijken. En dat maakt natuurlijk dat er veel paniek is op de beurskoers. Dat we 100 miljard aan beurswaarde zien vertampen van een supersterk merk. Zonder dat we eigenlijk weten wat er nu echt de onderliggende problematiek is. Het gaat over de spanning tussen de VS, Trump en China. Het gaat ook over wat er gebeurd is, de arrestatie van de CFO van Huawei. Waar ook een negatief sentiment ontstaan is bij veel Chinezen die ze opgeroepen hebben tot een boycott. En dat is iets wat je dus nu voelt. Maar de daling van de iPhone in China is zodanig fors dat wij vragen stellen bij die verklaring. Een waarschuwing voor minder winst. Een appelflaute. Wat een verschil met afgelopen zomer. Toen beukte de beurswaarde nog door de magische grens van 1000 miljard dollar. Als eerste bedrijf ter wereld. Wat Apple eigenlijk gedaan heeft, is die smartphone-markt gemaakt. Een widescreen iPod met touchcontroles, een revolutionary mobile phone en een breakthrough internet communications device. Maar we zijn 10 jaar later, meer dan 10 jaar ondertussen. En bijna iedereen heeft wel een smartphone, heeft al verschillende versies van een smartphone gehad. Dus het nieuwe is er voor een stukje af. Dus dat die luxe producten, die vroeger zo makkelijk verkochten, die worden vaak meer en meer vervangen door nieuwe Chinese luxe producten. De Xiaomi's, de Huawei's bijvoorbeeld, ja, die verkopen ook tegen een iPhone op. De Chinese markt blijft een harde noot om te kraken voor buitenlandse spelers. En nu Trump met zijn economische spieren rolt, is het daar voor Apple nog moeilijker. Er zijn nog boycotts geweest in China in het verleden, onder andere naar Japanse wagens. Chinezen zijn consumenten zoals anderen. Die vergeten ook, waarschijnlijk binnen 1-2 jaar kopen die terug massaal iPhones zoals ze vandaag doen. En natuurlijk, wat we niet mogen vergeten is, Apple verkoopt amper iPhones bijvoorbeeld in India, waar toch ook 1,3 miljard mensen zijn. Een regio die zich ontwikkelt, dus ook daar hebben ze nog een uitweg. Echt panikeren doen ze in hun rondebureaus in Californië dus nog niet. En ook bij de belegger trekt de nieuwjaarskater wellicht snel weg. De services, de dienstencomponenten, de App Store, de cloud van Apple en ga ze maar verder, de wearables, de oortjes, ja, die groeien aan 20% per jaar. Die leveren ondertussen al 10 miljard dollar op kwartaal op. Maar ze zijn ook heel sterk bezig in de gezondheidszorg. En dat is een markt die ongelooflijk groot is met die nieuwe Apple Watch. Maar dat is het enige wat wij zien als consument, is die Apple Watch. Wat er gebeurt is dat er op dit ogenblik een heel ecosysteem gebouwd wordt waar ook ziekenhuizen in zitten en waar als mensen morgen preventief aan hun gezondheid willen werken voor een partij zoals Apple of Samsung of andere zullen kiezen. En dat is een gigantische groeimarkt, de hele gezondheidsmarkt. De vraag is, die kaskoe die Apple geworden is, hoe hard kunnen we die nog melken en hoe lang kunnen we die uitmelken? De vertraging in China zoals we vandaag zien, dat wil hoogstens zeggen dat ze niet meer in galop door de wei loopt, die kaskoe, maar misschien hoogstens in snelle draf. Maar ze blijft nog evenveel cash opleveren. En dat is centraal. Een aandeel Apple geeft een rendement op jaarbasis van ongeveer 8%. En dat is veel meer dan alle Belgische aandelen samen. En ja, dan kun je toch afvragen of die paniek, die overtrokken beursreactie, of die nog wel in overeenstemming is met die toch ongewijzigde fundamenten. En dan zien we toch dat er te veel paniek is en te weinig realisme. Zijn de iPad en de iPhone over hun verkooptop heen? Wie weet, de dag moet ooit komen. Maar zelfs dan nog is de appel ver van uitgeperst.